ben ik in Captain Soup. Mensen, vandaag heb ik weer een commentary voor jullie. Deze commentary heb ik zelf gemaakt. Ik heb deze game vandaag nog gespeeld. En vandaag nog ingesproken. Zoals ik al hoorde, ik ben een klein beetje ziek. Bam, hier de first kill was weer al mee. Ja, je hoort, ik ben een beetje ziek. Ik weet niet waarom dat komt. Bam, hier een hack. Hacker Pro, zoals je kan zien. Hier denk ik dat dit een van de enige killstreaks zal zijn die ik ga halen. Dit spelletje was ergens iets van 20 kills en 5 kills. Nu, ik heb heel wat kogels nodig om de eerste enemy te killen. Nu, deze die hier ligt, gaat iets gemakkelijker dood. Nu mensen, wat heb ik vast in mijn hand? Ik heb een Semtex als nade. Als throwing nade en dan heb ik een portable radar. De portable radar is zeer, maar dan ook zeer handig. Je kan die gebruiken voor als je bijvoorbeeld campt, maar ik raad je dat niet aan. Zeker als je MOAB probeert te halen. Dat is zeer slecht in mijn ogen. Ik probeer altijd rond te lopen. Hier zie je mij deze persoon killen. Hier had ik beter een portable radar gelegd. Links van me. Nu links van me bedoel ik. Want je zal zien waarom. Nu ben ik een of die kerel daar. En dan word ik gebackrayed. Nu ga ik. Ik probeer er vlug achteraan te lopen. Om hem nog te killen. Want ik spawn er recht naast. Of bijna naast. Nu, ik zag hem hier naar beneden lopen. En toen miste ik hem verschrikkelijk. Ik denk dat hij hier achter me gelopen is. Ik loop naar boven. In plaats van achter me, maar dat zie ik nu pas. Hier word ik van achter geschoten. Zag ik even dat mijn muis zeer raar deed. Ik praat zeer stil, mensen, omdat mijn stem zeer slecht is. Mijn neus zit verstopt, omdat het geen naam heeft. Nu, wat heb ik van perks, of wat heb ik van specialist perks, of van assault perks? Nu, ik heb gekozen voor specialist perks. Waarom? Ik loop rond in de map. Ik heb als gewone perks, heb ik denk ik Sleight of Hand, Dead Silence Pro en... wat was het laatste ook alweer? Goh, ik ben het even vergeten. Ik heb dan gekozen voor specialist perks. Waarom? Als je 8 kills hebt met in 1 leven, dan unlock je al specialist perks. Dus dat wil zeggen dat alle perks die je hebt, geunlocked worden. Hier moest ik die kerel volledig mee hebben. Natuurlijk met een silencer moet je al zeer goed mekken of veel kogels in iemand pompen voor je hem hebt. Bam! Hier moet je goed doodgaan en mezelf ook. Nu, specialist perks, wat heb ik? Dus bij 2 kills heb ik extreme conditioning, fog, die Semtex gaat verkeerd. Dan bij 4 kills Blast Shield Pro. Dat wil zeggen dat als er een nade of een claymore ontploft naast me, dat ik meer damage kan incasseren. En dat wil ook zeggen dat de kans dat ik sterf zeer klein is. En het laatste is Marksman Pro. Dat wil zeggen dat wanneer ik iemand of een vijandelijke persoon voor me zie, dat die een rood naampje krijgt. Dus ja. Nu hier heb ik mijn radar geplaatst. Een zeer goede keuze om dat te doen, vind ik zelf. Camp effe. Dus ik camp effjes, dus dat kan altijd anders zijn dan die radar. Nu, ik heb niet goed opgelet, ofwel was mijn radar nog aan het scannen, maar ik zag dus die persoon niet. Natuurlijk, ik moet ook leren nog even Semtex te gooien. Ja, wat kan ik nog vertellen? Oké, mensen, dit is deze commentary komt eigenlijk zeer laat. Ik heb sinds mijn laatste commentary, ik denk dat dat 2 of 3 maanden terug is, heb ik geen meer gedaan. Meer compilaties van video's.
Ik heb nog een compilatie voor jullie klaarstaan, die is niet zo goed. Ik ben nog altijd aan het leren om met Camtasia Studio 7, of Camtasia Studio, ben ik nog aan het leren hoe ermee te werken. Hier liep ik weer tegen een barrel en geraakte ik niet uit het. Ik niet weg. Extreme conditioning aan het doen. Daar staan we een. Radar of een UAV, dan kan ik die zien. Nu hier zitten. Hier had ik die kerel zo hard moeten hebben. Natuurlijk wel. En hier gaat hij natuurlijk ook niet dood. Deze map noemt eigenlijk Bakara. Iedereen haat deze map. Oh, je ziet hier een radar spot iemand. Ik dacht dat hij beneden zat te campen te wachten op mijn vriend, maar blijkbaar zat hij boven en stond hij net op een mak op. Iedereen haat deze map zo erg, geen idee waarom. Goh, mijn muis flipte hier. Je zag het, mijn muis shakte van links naar rechts. Ja. Bakara is eigenlijk wel een toffe map. Ik vind dat toch. Kan er heel wat in. En zeker om een MOAB te halen is dat zeker handig. Nu, hier moest ik aimen. Best dat ik deze gameplay herbekijk, zo leer je wat je fout doet en waarom je geen kills hebt. Nu, ik moet meer aimen en proberen ook beter mijn Semtexen of mijn grenades te gooien. Nu heb ik Marksman, zeer handig, zoals ik al verteld had. De gametijd is eigenlijk kill confirmed, zoals je de hele tijd ziet. Wanneer iemand kilt, droppen die dog tags, dus naamplaatjes die op de grond blijven liggen. Die moet je oprapen, zo krijg je eigenlijk XP. Je ziet, hier heb ik 200 XP voor een buskill. Heb ik nog een keer 100 XP voor een kill die ik confirmed heb. En als er bijvoorbeeld een rijtje van 5 dog tags naast elkaar legt en je rapt die ongeveer in minder dan een seconde of een seconde en half van elkaar verwijderd op, dan krijg je veel meer XP. Dus de eerste is 100, de tweede is 200, de derde is 300, 400, 500, 600, 700. Naarmate dat er naast elkaar liggen. Nu, ik heb het nog maar eenmaal gehad dat ik zoveel dog tags na elkaar kon oprapen. Dat was nadat een. Predator missile insloeg. Nu, je ziet dat kleine vliegtuigje daar. Dat was een recon drone. Dat kan eigenlijk enemies spotten en dan kan ze eigenlijk ook flashen. Dus dat wil zeggen dat wanneer je in de map rondloopt en die spot je, dan loop je eigenlijk. Dan wordt je eigenlijk geflashed, zie je even niets meer en kan je dus gemakkelijk ook door. Soms handig, ik gebruik dit niet meer zoveel, vroeger wel. Ik denk dat de gameplay bijna erop zit. Ik zal eventjes 3D bekijken waarom. Het is nu gedaan. Mensen, als jullie meer van deze commentaries willen, like dan eventjes mijn video's. Of deze video tenminste. Nu zat er iemand achter het hoekje, die daar ook boven. Ja. En het is gedaan. Mensen, like deze video, share het met je vrienden. Subscribe op mijn channel als je mijn commentaries goed vindt. En dan zie ik jullie hopelijk later. Kijk, laatste kill, bam. En ik had 20 kills, 3 assists en 7 deaths. En dan op laatste zeg ik nog eventjes, best team wins. Omdat het andere team, de eerste had 20 kills, zoals je kan zien, en 18 deaths. En al de rest stond negatief. Dus met negatief bedoel ik dat ze dus minder kills hebben dan deaths. Mensen, er is iemand aan het spammen die wist dat ik een filmpje ging opnemen. Ik zal jullie laten, ik zie jullie later. En ja, zie jullie dan.